Ja, ik heb een goede eerste indruk over de fiets. Hij rijdt lekker. Hij straalt geen e-bike uit, zeg maar. Nee, het is alsof je een gewone fiets of een sportieve fiets fietst. Deze e-bike in vergelijking met andere fietsen is wat ik nu merk, lichter, stoerder, sportiever. Ook als je sportief bent, kan je gewoon deze e-bike gebruiken, want je kan ook zelf gewoon meetrappen. Wat me opviel aan de fiets, ja, dat het echt een heel licht gewicht, fijn model is om mee om te gaan. Stijlvol, comfortabel en toegankelijk. Nou, ik ga de komende 3 weken aan de slag met deze fiets. Ik ga hem testen. En ik ben benieuwd wat er nog meer uitkomt en hoe ik het ga ervaren. Tot nu toe heb ik dus alleen maar met e-bikes gereden met een middenmotor. Deze heeft dus een motor in de achteras zitten. Dat is iets nieuws voor mij ook. Moet ik wel zeggen dat als je daar op zit, merk je direct omdat je wat, als je hem dus op een andere stand zet of een standje zet, dat hij wat minder instabiel is dan als je hem hebt op een middenmotor. Door die achteraandrijving is hij lekker licht. De fiets ziet er heel mooi uit. Als van een afstand zie je haast niet dat het een e-bike is. Toen ik naar de fiets keek, toen dacht ik van goh, het ziet er echt gewoon goed uit. Je ziet eigenlijk helemaal niet dat het een e-bike is. Dus dat vind ik al sowieso een hele grote plus. Van iedere versnelling wat je hebt, kun je zelf een beetje een instelling maken van hoe zwaar je de ondersteuning wil hebben, zodat je het op persoonlijk niveau kunt afstemmen. Dat doe je via een app. Ik vind al bij de eerste stand, ik denk zo, dat gaat snel.